Kent u de stadion achter mij al? Dan kent u misschien ook het topsportcentrum van Rotterdam. Hier zit het sportcollege van het Alberda. Ik heb gehoord dat ze vele mooie zalen hebben. Laten we gaan. Hi. Hi. Mag ik jou wat vragen misschien? Zeker. Zou jij jezelf even kort kunnen voorstellen? Tuurlijk. Ik ben Anouk. Ik zit tweede leraar op het Alberda Sportcollege. En ik doe nu bewegingsagogiek. En wat houdt dat precies in? Vooral aangepast sporten met mensen met een handicap. Bijvoorbeeld NAH, dus niet aangeboren hersenletsel. Daar doe ik ook mijn stage mee. Dus hartstikke leuk. En dan leer je alleen maar meer mee elke keer. Mijn naam is Vincent Evers. Ik ben docent op het Alberda Sportcollege. Ik geef echt allerlei soorten vakken eigenlijk. Heel veel beweegvakken, dus heel veel praktijkvakken. Dat vind ik zelf ook het leukste om te doen. Wat vind jij het leukste om te doen op zo'n lesdag? Toch wel de praktijk. Ja, tuurlijk. Ik vind het leuk om te sporten, dus wil ik het ook graag leren. En vind ik belangrijk. En hoe ben jij zelf bij de keuze gekomen om deze opleiding te gaan doen? Ja, ik heb altijd wel wat met sporten gehad. En ik dacht, misschien ik wil wel mensen daarmee helpen om beter in te worden. Dus dacht ik, dit is de perfecte plek. En welke vakken heb je allemaal bij je opleiding? Voor de theorievakken, zoals andere scholen, hebben wij Nederlands, Engels en rekenen. Voor de rest eigenlijk alleen maar praktijk of sport gericht. En niet zoals wiskunde of scheikunde, dat hebben wij hier niet. Dat is een beetje de vakken die we hebben, is alles een beetje sowieso sportgerelateerd, alles combineert met elkaar. Dus Nederlands-Engels is ook op sport gereageerd en niet normaal Engels zoals de meesten mee krijgen. En wat voor soort student zoeken we nou bij deze opleiding? Ja, we hebben vandaag al wel wat lesjes gezien en we zoeken echt wel bewegers. Studenten die het leuk vinden om te sporten, studenten die het ook leuk vinden om andere mensen te laten sporten. Om les te geven, om training te geven. Dat kan zijn op het voetbalveld, dat kan zijn op het hockeyveld, dat kan zijn in het zwembad. Wij zoeken eigenlijk de studenten die het leuk vinden om zelf te sporten, maar die het ook heel erg leuk vinden om training te geven, om les te geven. Wat is later jouw doel om te bereiken door middel van deze opleiding? Ik hoop wel echt lesgever te worden, bijvoorbeeld in de fitness of als voetbaltrainer. Je weet maar nooit, ja. Dus dat is wel mijn doelstelling. En wat kunnen de studenten nou allemaal verwachten op zo'n dag hier? Je bedoelt een gemiddelde lesdag, wat ja. Ze kunnen verwachten. Nou, het is altijd een mooie mix wat we proberen aan te bieden tussen theorie en praktijk. Wij vinden het heel fijn als studenten lekker hun energie kwijt kunnen, lekker in de praktijklessen, echt wel lekker kunnen bewegen. Dat vinden we belangrijk om ze binnen de praktijkvakken ook op die manier te onderwijzen. Daarnaast ontkomen we natuurlijk niet aan theorie. Dat vinden we belangrijk. Er zit heel veel theorie achter het lesgeven, achter het training geven. En wat vind jij het leukste, de praktijkvakken of de theorie? TKV, theorie, als ik voor theorie moet kiezen. En alle praktijkvakken vind ik sowieso leuk. Heb je nog een einddoel wat je later wil bereiken door middel van deze opleiding? Ik twijfel zwemlerenles of voor de HLO te gaan. Dus dat is voor basisschooljuffrouw als gymdocent. Wat hoop jij later na deze opleiding te kunnen gaan doen? Ik doe nu versneld, niveau 4. En ik wil hierna naar het HBO gaan. En dan wil ik fysiotherapie uiteindelijk gaan doen. Dus, leuk. Ja. Heb jij nog een advies voor de toekomstige studenten dat je echt zou willen meegeven? Wees gewoon open en vriendelijk. En iedereen wil je gewoon helpen. Dus het is altijd gezellig. Dus het komt helemaal goed. En wat kunnen de studenten hier nou later mee bereiken? Wat kunnen ze hiermee worden allemaal? Dat is eigenlijk heel divers. Als je naar de opleiding kijkt, dan is het eerste leerjaar is eigenlijk een algemeen studiejaar. Waarbij studenten de tijd krijgen om te wennen aan het mbo. Studenten krijgen de tijd om de stap te zetten van het vmbo naar het mbo. Daarna wordt het steeds specialistischer, wordt het steeds uitdagender, wordt het steeds moeilijker. En dan kunnen studenten ook hun eigen richting bepalen. Middels een uitstroomprofiel of middels keuzedelen. Dus we hebben studenten die uiteindelijk werkzaam gaan zijn, ofwel in de sneeuw, dus in de wintersport als ski- of snowboardinstructeur. Of we hebben studenten die werkzaam gaan zijn als voetbaltrainer of als tennisleraar. Dus we hebben heel diverse mogelijkheden.